Goeiedag, we hebben duidelijk te maken met een ander weerbeeld. Het droge, warme en zonnige weer, dat ligt achter ons. Het is onbestendiger geworden. Afgelopen nacht was een goed voorbeeld met de buien die overtrokken. Flink wat onweer ook, hier en daar echt wel een lichtshow. En lokaal ook veel water, op sommige plaatsen 20 tot 40 millimeter water. En de komende dagen blijft het weerbeeld onbestendig. En dat betekent dat we langzaam maar zeker wel iets aan die droogte gaan doen. Dat zal niet in een week opgelost zijn, zeker niet. Maar nu er neerslag valt, hebben we wel het dieptepunt gehad. Ik begin met de weerkaart op 5 kilometer hoogte en dan zien we een lage drukgebied met daarin flink wat koude lucht. En dat betekent dat het daar onstabiel is, zeker ook omdat aan de grond de temperatuur nog vrij hoog is. En dat levert in Nederland diverse buien op en soms ook een echte storing. Komende nacht bijvoorbeeld trekt er een regenstoring van zuid naar noord over het land. Morgenochtend is die ook nog wel boven het land aanwezig. En daarachter komt wat koudere lucht. Dat lage drukgebied in de bovenlucht, dat trekt geleidelijk aan naar het oosten weg. Dan krijgen we zelfs even een uitloper van een hoge drukgebied, een rug die trekt dan over. En daarna hebben we een wat meer zuidelijke stroming. Dat betekent dat begin volgende week de temperaturen weer omhoog kunnen gaan. Maar wat er precies volgende week gaat gebeuren, dat is erg afhankelijk van de koers die orkaan Danielle gaat afleggen. Nu nog een orkaan, komt richting het oosten, richting Europa en zal er natuurlijk wel in kracht inboeten. Maar het is wel een sturende depressie die ervoor kan zorgen dat er bijvoorbeeld hele warme lucht vanuit het zuiden kan gaan komen. Daar kom ik straks ook nog wel eventjes op. We gaan eerst even naar de weerkaart aan de grond kijken. Die pakken we op vrijdagochtend. Dan zien we ook dat lage drukgebied heel duidelijk aanwezig met de buien daaromheen. Zoals gezegd, komende nacht krijgen we ook al met neerslag te maken. Maar vrijdag is ook gewoon een wisselvallige dag. En dat geldt eigenlijk ook voor de zaterdag als dat lage drukgebied overtrekt. Zondag en maandag dan mogelijk wat droge weer. Maar al met al blijft het erg onbestendig ook volgende week. En moeten we er gewoon rekening mee houden dat er nog diverse buien gaan vallen. We kunnen dat ook goed terugzien aan de neerslagkansen. Als ik die erbij pak, dan zien we heel duidelijk dat donderdag, vrijdag en zaterdag de kans op neerslag erg groot is. En dat zondag en maandag wat minder is. En daarna neemt die neerslagkans weer toe. En dat zijn allemaal buien. En soms komt er ook wel echt een front door. Maar het zorgt voor wisselvallig weer en dus ook meer hemelwater. Kan u dat laten zien aan de hand van de zomerneerslag die bijvoorbeeld het Duitse model voorziet. Dan kijken we naar de zomerneerslag die vanaf nu zeg maar valt. Tot en met in dit geval maandagochtend vroeg. En dan zien we toch heel duidelijk dat er boven Nederland nog een aantal paarse kleuren terug te zien zijn. In het noorden is het dan meer geel. Nou, dat betekent 10 tot 20 millimeter in het noorden. In het zuiden 30 tot 50 millimeter. Maar ik moet daar direct bij zeggen dat die locatie waar de meeste neerslag gaat vallen natuurlijk erg onzeker is in buiensituaties. Want er hoeft maar net een trein buien over uw huis heen te komen. En u ontvangt ook heel veel hemelwater. Maar het geeft wel aan dat het onbestendig weer is. Dat is wel duidelijk. Nou, gaan we naar de temperaturen kijken. Dan kijken we bijvoorbeeld naar Midden-Nederland. En dan zien we heel duidelijk dat de komende dagen het echt wel wat minder warm is. Vandaag werd het nog zo'n 25 graden in het binnenland. Morgen is daar geen sprake meer van. En ook de dagen erna zitten we zo rond die 20 graden. Misschien dat we af en toe de 20 graden niet gaan halen. Wat verder opvalt, dat we dan begin volgende week wel weer omhoog gaan met de temperatuur. En dat de kans op echt zomerse waarde ook weer aanwezig is. Dat zien we hier met name op die dinsdag terug. Als ik dat voor het zuidoosten erbij ga pakken, dan wordt dat nog wat duidelijker zichtbaar. Want dan gaan we zelfs naar mogelijk 25 tot 30 graden. Maar het is onzeker. Het kan net zo goed ook wat lager uitkomen. En hoe dat nou precies zit, nou, dat heeft alles te maken met de koers van orkaan Danielle. Als ik de animatie aanzet, dan zien we hier zeg maar de restanten van de orkaan. En dan maakt hij een heel mooi krulletje hier. En dan trekt hij naar Europa toe. En dan komen er heel veel lijntjes op. Die heb ik er bewust op gezet. Want zo'n orkaanverwachting, dat is eigenlijk ook een pluimverwachting. En elk lijntje dat u ziet, dat is een koersberekening van Danielle. En dat betekent dat de meeste laten de depressie, de restanten van de orkaan richting Spanje en Portugal trekken. Maar het kan ook allemaal wat noordelijker uitkomen. En dat kan ertoe leiden dat we echt boven Nederland een zuidelijke stroming gaan krijgen. En dan kan die temperatuur weer heel hoog uitpakken. Onzeker dus, in ieder geval onbestendig weer. En de droogte zijn we langzaam maar zeker een beetje aan het wegpoetsen. Nog fijne dag.